Ingewerkt door Rente. Timber. Wordt opgejaagd. Dit is dan een momentje dat Heracles eruit komt. Bijleveld buitenspel. Maar dan is dat dan voor Burgzorg. En die glipt daar langs. En die legt die bal terug voor Bijleveld. En die had hier 1-0 moeten maken. Waar we net 2 minuten bezig zijn. En een grote kans al meteen voor de man die verrassend in de opstelling is terechtgekomen. Steven Breukers van Tadic. Daarna legt hij zijn hand in het gezicht van Breukers. Klaassen profiteert daarvan en opent de score. Ja, en dat allemaal naar die actie van Tadic, waarbij die dus Breukers onschadelijk maken. En zo komt Ajax toch zeker voorlopig op een 1-0 voorsprong. Ja, die zij gaan ze natuurlijk kijken, is er een overtreding van Tadic geweest? Voorafgaand aan deze treffer. Tadic Breukers, dat is behandeld. Daar was niks aan de hand, vindt de arbitrage. Het gaat nu om buitenspel Aller. Inmiddels heeft Ajax de bal gekregen van Heracles. Het is een goal. Het heeft 4 minuten geduurd. Maar uiteindelijk staat de 1-0 dan van Klaassen. Gravenberg. De tweede paal neerleggen. Klaassen terugkoppen. Maar gaat richting doel. Vloed. Bijleveld. Azaoui. Doet hij handig. Maar komt niet echt door de fatsoenlijke schot. Bijleveld. De La Torre. Qualiata. Azaoui bijna. Dat is nog Burgzorg. Niks aan de hand. Alvarez. Een hakje. De La Torre als laatste. Blind zo kort voor rust. Al verspeeld, Bijleveld. Dan nog 1 keer voor Heracles. Dan moeten ze benen maken. Qualiata. Maar Azaoui in de beurt zorgen daar. Oh, de kans. Azaoui. En zo begonnen we de eerste helft. Met een hele grote kans voor Bijleveld. En zo eindigen we deze eerste helft. Met kansen voor Burgzorg en Azaoui. Qualiata. Burgzorg. Pijn bij Burgzorg. Wel met Timber. Ja, trap voor Heracles. Kussie. Vrij trap in de korte hoek van Vloed. Aller. Timber. Mazaoui. Gravenberg. Lekker tussendoor richting Klaassen. Aller dit schot heeft. En de Gravenberg dit schot. Maar Zoe uiteindelijk getroffen in die aanval. Met moeite in de benen komt. De La Torre. Hij moet weer een pirouette maken. Omdat Gravenberg lastig en vervelend is. Ook hier Blind. Centrale verdediger die daar dus hoog op de helft. Kom druk zetten. Deze bal is net te hard van Aller voor Klaas. Breukers. Hij vult de hoek in. Maar Blind werkt weg. Prupper. Burgzorg. Ja, kan vrij verder binnen. Dit schot is dan wel heel erg matig. Zit 15 meter naast.
Baljata. Goed werk. Alvarez. Aller nu in de loop van Tadic. En dan zou het 2-0 moeten worden eigenlijk. Dan wordt dat rechtgebreid door Rente. Tadic de overtreding. Krijg een grote kans, Tadic. Leek lekker in de loop. Voldoende in de loop om er wat mee te doen. Maar Rente gaf niet op. En Vloed ziet tot zijn eigen afgrijzen dat nummer 10 omhoog gaat. Dat correspondeert met zijn rugnummer. Kutucu is zijn vervanger. Zo gaat Rai Vloed eruit. Dat is toch de clubtopscorer. Bijleveld naar de kant. En Kutucu en Van der Water dus. In het veld. Van der Water terug van een blessure. Aller. Klaassen. Rente. Is dat een overtreding van Aller nadat de bal was gespeeld? Is het geel voor de spits? Van der Water heeft de ruimte aan de linkerkant zien bij Qualiata. Stekelenburg komt daar niet uit. Dan is het Blind die wegkomt en Azoui met de kans. Met de speler van Ajax op de grond. Deze bal voor. Schamt het hoofd van Azoui. Gaat Neres naar de kant. En is Anthony zijn vervanger. Rens dus voor Azoui. Rens is ook snoeihard. De hiërarchie. Sean Kluiber is voorbij gestreefd. Aller. Anthony. Aller. Gravenberg. Tadic. Klaassen terugleggen. En dan valt hij binnen. Omdat Aller daar nog opduikt voor Blaswieg. En voordat de Heracles keeper kan ingrijpen. Is daar de 2-0. Niet dat zeker bevrijdend zal werken. En inderdaad, Aller nog met een kniekje ertegen. Hulzorg. Boyata. Eén keer voor, Timber. Met de worst. Het is Brupper. Naar Van der Water. Aardige bal. En daar zijn ze met z'n tweeën. En dan houdt Stekelenburg die bal kort voor de lijn tegen. Tadic en Klaassen dus naar de kant. Labiat en Kudus. De vervangers. Kijk eens even. Mag ik jouw shirt? Ja hoor. Geen probleem. Anders Tadic. Prima toch. De meelevende Tadic. Zonder shirt. Een aardige buit voor vandaag. De buit is binnen. Kudus. Uiteindelijk is dit Schoofs. Nog steeds een achtervolging, Burgzorg komt er niet langs, maar krijgt wel een vrije trap. Heracles krijgt een vrije trap. Ach, Klaassen lekker binnen zit. En, de wedstrijd bekijkt. Van der Water staat er ook bij met zijn linker, die zou dat ook kunnen doen. Maar Bakers heeft die bal neergelegd en gaat zakken in de lijst van vrije trappennemers. Ajax wint na een treffer in de eerste helft van Klaassen. En was er ook nog een goal voor Aller. Zwormoed
ziet een reeks van zijn Heracles ten einde komen tegen Ajax. Want de laatste drie wedstrijden hier in Almelo werden telkens gewonnen door Heracles. Waardoor dat de angstgegner van Ajax was. Nou, daar kan ik heb er toch een klein streepje doorheen. Want hier is er dan wel gewonnen.